Nee, ik weet nog Johnny Ballantina in 98, die vertelde me van, ja, jij gaat alle records breken, toch ook zoiets. Waar heb jij het over? Maar ja, heb wel gelijk gekregen achteraf. Dirk van Klooster, hij slaat de bal naar het linksveld. Zijn vierde honkslag in deze wedstrijd. Hoe belangrijk was hij? Verre tik voor Dirk van Klooster, goed voor 2. Van het Klooster, al 4 honkslagen in dit toernooi, waarvan 2 honkslagen. En de beste slagman uit de Nederlandse competitie aan de beurt. Dirk van Klooster gaat door naar thuis en scoort ook. Nederland staat op 4-1. 1 uit, dit is Dirk van Klooster. Die is in dit toernooi heel goed in vorm. Staat bovenaan, slaat de bal door het midden. En dat is Dirk van Klooster met een mooie sliding. Scoort hij het 4e punt. Van Klooster, dat is het 2e punt. Wat een prachtige stootslag. Cubaanse werper moet erop af, die gooit en er wordt ingegeven. Van Klooster met een hele verrassende stootslag en hij is in. Dirk van Klooster slaat in de 7e Nederlandse stadbeurt een home run. De home run van Dirk van Klooster. Van Klooster komt. Van Klooster heeft het. Jarenlange routine betaalt zich uit in deze vang van Dirk van het Klooster. Ga er maar aan staan. Op volle snelheid moet hij uit dat linksveld komen. En daarom zorgen dat je niet daar Duursma ondersteboven loopt. En natuurlijk wel die bal vangen. Daar ging het om. Running catch. Ishii slaat de bal op Maduro, diep en ver, maar het is een prachtig van de hoog. Aan de bal in het speelveld. Dirk van Klooster met een vangbal. Ik heb heel veel honkbal gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien. Prachtig.